geven onderwijs. Niet op kant zetten. Waar de leerkrachten zijn van de Dolfijn, gaan ook mee naar de Munnikestraat. Nou, dus het heeft met de leerkrachten te maken. Ja, daar hebben we toch een probleem, want die kinderen willen niet naar de Munnikestraat. We willen het er heel graag over hebben met u, hoe we uw zorgen en problemen kunnen oplossen. Nou, problemen kan ik zelf wel oplossen, maar kind gaat niet naar de Munnikestraat, hij wil gewoon hier. En dat is de hele school van mij eens. U hoeft mijn probleem niet op te zorgen, op te lossen. U lost gewoon op dat het volgende een paar jaar meegaat. Een frisse beurt, een waterleiding over de vloer. Ik heb mijn vriend als noodschieter, die kan een offerte maken. Hè? En dat kennen ze allemaal zo doen. De ouders willen meedoen. Die kinderen die willen een sponsorloop gaan lopen voor het geld wat ze nodig hebben om op te knappen. Hebben jullie daar niet eerst aan gedacht? Om eerst overal te gaan. De D66 hebben er ook achter gezet. Die heeft ook zo'n potje voor die scholen. Oké, nou, ik hoor het heel graag. Wat voor oplossingen u nog allemaal bereikt. Maar waarvoor worden wij niet van tevoren ingelicht om eerst andere dingen kunnen proberen? Een sponsorloop om geld binnen te halen. Weet u, het gaat definitief gesloten. Waar zijn jullie dan mee bezig? Jullie zijn van belang op. Oké, ik en Bouw hebben allemaal het idee, jullie worden uitgevoerd door het touw. Maar moet je kijken wat daar zit. Ja, het zijn gelijk. Het zijn kinderen hoor, het is de toekomst wat er zit. Het zijn de leerkrachten die lesgeven. Het heeft niks met de fout te maken. En het staat niet op instorten. Het staat niet op instorten, maar de hoeveelheid geld die nodig is om hier nog 3-4 jaar goed onderwijs te nou, geven. Geen geld in de Munnikestraat, geld in de Lusselplan. Nee, dat is niet van de 50 kinderen zitten daar. Hier zat ik al 140 kinderen. Die moeten verhuizen. En 50 kinderen. Bouw het geld hierin. Denk aan die kinderen. Denk aan de ouders die werken. Denk niet in eigen belang. Oké. Okay. Dat is niet meer van de ouders. Nou, ik begrijp dat ze heel geëmotioneerd zijn en dat snap ik ook heel goed. Dat vind ik ook heel logisch. En daar willen we heel graag verder over in gesprek. En ik wil graag duidelijker nog aan hen vertellen, ga ik dinsdagavond ook doen, wat precies de oorzaak is waarom we deze besluiten hebben genomen. Ja, de reden is dat de school gewoon niet meer toegankelijk is voor zoveel kinderen voor lange tijd. Het punt is dat wil je onderwijs op een goede manier geven, dat er heel veel geld in deze school gestoken moet worden. Ook op de andere locatie moet geïnvesteerd worden om hier nog 3-4 jaar onderwijs te geven. En ik wil liever 4 ton investeren in goed onderwijs dan in gebouwen die we over 4 jaar toch dicht gaan doen. Omdat we naar een brede school gaan. Dus wij zeggen, wij kiezen voor kwaliteit. En dat we ouders zo goed mogelijk gaan helpen om te kijken hoe ze die 800 meter kunnen overbruggen of andere oplossingen daarvoor zinnen, dat willen we heel graag doen. Ja, en dinsdagavond gaan we daar graag over in gesprek met ouders. Want de ouders zeggen, ja, met de kinderen die kunnen nu lekker dicht naar school, dichtbij naar school. Je moet zo'n 800 meter verderop, gevaarlijk kruispunt. Ja, het is 800 meter. En we zijn ook met de welzijnsinstellingen, zoals Jeugd en Samenleving, in gesprek. Wat voor soort oplossingen we ook daarover kunnen bedenken met elkaar. Dat is nog heel vers, dus ik kan daar nog niet echt zeggen, zo gaan we het oplossen. En dat willen we ook graag bespreken met ouders. Gaan we dinsdagavond doen. Ja, de ouders die zeggen ook gewoon, dit is eigenlijk gewoon al van voor de dag een projectontwikkelaar inbeelden. En die wil eigenlijk zelf verdienen. Dat is ook